2 dagen over tijd met ongesteld worden. Voor het goede doel. Niet om eten weg te Je hebt op mij gegooid. Het is tijd voor de kerstboom. Je lijkt net een kabouter. Oké, ze zijn af. En dit is niet geworden. Ik heb geen idee. Heel duidelijk, hè? Hey, goedemorgen. Het is vandaag zondag. En het sneeuwt. We hadden gisteren mijn verjaardag gevierd. En daar zijn we allemaal nog een beetje moe van. Ga je helemaal Piet? We zijn een beetje lauwe pyjama dag. Maar het sneeuwt, dus ik dacht we kunnen wel sneeuwpop maken vandaag, hè? Ja. Dat is wel leuk. Het sneeuwt echt mega hard, kijk maar. Mijn moeder zit nu boven volgens mij te douchen. Ik weet niet, ik ben net al 1 keer naar buiten geweest, maar ik dacht, want ik heb geen idee. Hey. Hey. Kom je Zeno? Kom maar Zeno. Lekker in het sneeuw. Ga maar. Lekker hè? Lekker in het sneeuw. Hey Memphis. Hi. Gaan we sneeuwpop maken? Ja. Ja, oh. Ik heb deze van Memphis gemaakt. Dat is een mooie. Kijk. Oh, die is mooi. Oké, okay, Memphis, eerste keer in de sneeuw, hè, man. Het is zo koud. Nee, niet op mij gooien. Dat vind ik niet leuk. Kijk mij nou erbij lopen, even serieus. Ja, woe. Hij is al wel groot. Kijk nou. Hé, hey. Was je er ook? Hé. Hey. Mama. Gooi je maar, gooi je. Oh, je hebt op mij gegooid. Je voelt je goed, hè? Je voelt je goed buiten. Ja. Oh, wacht. Ja, kom maar. Het is echt mega koud. Memphis heeft echt vrieshanden, dus die wil nu echt naar binnen. Oeh, lekker chocomelletje. Het is altijd een beetje lastig om de wedstrijd terug te gaan vinden. Ik denk dat het goed is om te doen zodat drinken. We gaan eens kijken. Ik bedoel, wat ligt aan de hand om alle lekker? Nee, je ziet niks. Je ziet niks, mama. Ik vind het. Lekker? Ik ben Buzz. Buzz Lightyear. Goedemorgen, het is maandag en ik ga nu Memphis uitdeelzakjes maken. Ik had iets superleuks op Pinterest gezien. Volgens mij had ik dat al een keer laten zien. Zo'n banaantje met rozijnen en in zo'n piratenachtig dingstijl. Dus dat ga ik nu maken. Ik heb dit gekocht. Dit zijn de, zeg maar de vlaggetjes. Die komen dan zo hier erbovenop. En die steek ik dan in zo'n banaan. En dan hier heb ik de touw om de masten mee te maken. Dus daar ga ik nu maar aan beginnen. Vandaag is de dag dat ik ongesteld moet worden. Dus zo fingers crossed. Ik weet het niet. Dus we houden gewoon de goede hoop. Het heeft lekker gesneeuwd. We zijn gisteren lekker in de sneeuw geweest. En ik ga morgen, morgen is dinsdag, ga ik mijn kerstboom opzetten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik heb een beetje een crappy look vandaag weer. Zoals ik wel eens vaker heb. Als ik dit allemaal af heb, dan geloof ik weer dat ik er weer wat fashionable uitzie. Ja, wat meer menselijk. Oké, ze zijn af. En dit is hem geworden. Hij is leuk, hè? Ja, cool. Nou, gezond en leuk. Oké, Alessio is net thuis van school. En deze gaan we invullen voor de voedselbank. Toch, Aless? Ja. En wanneer moet je die inleveren dan, Aless? Ik vraag het rustig van je wanneer ik het moet inleveren. Oké, wanneer denk je? Iets in december. Ja, maar ik denk woensdag dan toch?
Nee, ik denk meer donderdag. Met één dingetje alvast. Ja, ik ga even kijken. Of wortel. Wat ik nog meer heb. Wortel. Ja, maar dat blijft. Ik weet niet wanneer ze dat gaan inleveren. Paprika. Dat vind ik dan ook weer. Linzen. Even kijken wat ik nog meer heb. Om bonen. Nee, die moet ik voor vanavond. Deze. Ik heb wel deze. Voor het goede doel. Niet om eten weg te geven. Ik zweer het je, het sneeuwt. Dat is echt niet normaal gewoon. Dit is echt bizar. Ik heb het gevoel dat ik in Oostenrijk ben of zo. Aan de kliederen in de sneeuw. Light up. Kijk nou, Zeno is daar. Die komt amper boven het sneeuw uit. Ik vond het toch even iets te koud. Maar het is echt helemaal wit gewoon. Bizarheid. Doe je nou raar? Wij gaan vandaag de kerstboom opzetten. Eindelijk, het is tijd voor de kerstboom. Ik heb net de zolder helemaal opgeruimd samen met mijn schoonmoeder. En kijk, dit moet allemaal weg. Wat je hier allemaal ziet. We zochten eigenlijk naar kerstspullen, maar eigenlijk hebben we maar 2 dingen gevonden. En 4 ballen. Dus dat is de kerstman hebben we gevonden. Hier zo. En dat ding. Ik weet even niet meer hoe het heet. Rendier. Alleen hij mist 1 hoorn. We gaan dus zo eventjes een echte kerstboom halen. En dan gaan we even ook wat ballen halen bij de Action en de Zenos. Want ik had heel veel ballen, maar ik weet nu dus niet meer waar die naartoe zijn gegaan. Die ben ik allemaal kwijtgeraakt. Ja, echt stupid. Dus ik wacht even tot de lesje thuis komt van school. En dan gaan we met z'n allen, want ik heb nog 1,5 uur. En ik ben bang dat ik het dan niet haal als lesje van school komt. En de jongen dat hij voor een dichte deur staat. Dus ga ik daarna maar even. Ik hoop dat Memphis het dan volhoudt zonder te slapen. Nou, we zullen zien. We gaan in ieder geval zo lekker aan de slag. Ik ga eerst even wat eten, want ik heb mega honger. Kijk eens, ik heb nog meer dingetjes gevonden in de schuur. Hier mijn... Ik had alles helemaal wit en deze heb ik ook weer gevonden. Met dennenappel is het glinstertje in. En mijn witte piek en mijn ballen. Deze. Ze had die LSO gemaakt toen die echt nog echt mini was. Kijk. LSO. Zo schattig. Dus die gaat er ook weer in. Ik was gewoon helemaal vergeten dat ik die had. En nu is het mijn opdracht om dit helemaal uit elkaar te halen. Superleuk. Superleuk. Not. Ga ik nu even doen. Twee dagen over tijd met ongesteld worden. En vandaag ben ik ongesteld geworden. Dus helemaal fout, gewoon helemaal fout. Ja, je hebt soms van die dagen, hè. En als ik weet wanneer mijn ovulatie is, dan kan ik daar beter op inspelen. Ja, ja. Klinkt zo raar. Alsof je dan alleen maar het doet op dat moment. Maar dat is niet het geval hoor. Dat is niet bij ons zo. Maar het is handig om te weten wanneer je het hebt. En ja, dat. Ja, ik weet. Ja, laat maar zitten. Ik weet altijd wat ik wat wil zeggen. Wat ik eigenlijk wil zeggen. Dan gaat het weer helemaal fout. En dan zeg ik iets wat eigenlijk weer niet ertoe doet. En wat ik wilde zeggen is niet zo uitgekomen als dat ik wil dat ik het zou zeggen. Heel duidelijk, hè? Ik ga maar weer verder met mijn kerstspullen sorteren. Het is freaking donker vandaag. Ik heb nog steeds niet gegeten en het is 11:42. Freaking slecht van mij. We zijn nu onderweg naar de kerstboom. En helemaal ingepakkerd. Dat is een mooie pinguïn. Hier, papa, poppetjes gehaald. Ja. Want ik ruik het gewoon. Leuk, hè? Zo gezellig. Ja, ga maar staan bij de pinguïn. Mooi, hè? Ga maar staan. Ik wil poppetjes. Ik wil poppetjes. Ja, maar ik wil poppetjes. Ik wil poppetjes. Kijken. Pinguïn voelt lekker zacht. Nee, papa. Ja, het is lekker zacht. Dit is wel mooier, hè? Ja. Vind je mooi? Ja. Je muts zit verkeerd, schat. Oh. Je lijkt net een kabouter. Zo
beetje zo'n kleur. Daar heb ik er nu één van. Ik heb... Wat zeg je? Doe maar één gewoon. Als ik krijg twee, moet je twee. Dubbel vermoeiend om een kerstboom te kopen. Memphis zat echt niet in zijn hum. En nu gaat meneertje lekker naar bed. Denk je dat ik een raadje is? Ja. Jij hebt een kaartpartij. Dus ik ga hem nu naar bed brengen. Het is wel tijd. En dan kan ik even heel rustig op mijn gemakje de kerstboom gaan opzetten. Hey guys. Kijk. Uh-oh. Uh-oh. Tinkidink. Ja hoor, hij is helemaal af. Yay. Is hij nou? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Nee. Nee. Dat mag niet. Kun je niet opeten? Dat mag niet.